Goed nieuws voor vossen en ganzen in de gemeente Groningen. Vanaf nu mag op grond die van de gemeente is niet meer gejaagd worden. Plezierjacht was al verboden, maar nu mag ook niet meer gejaagd worden om de aantallen dieren te beperken of schade aan gewassen te voorkomen. Volgens Partij voor de Dierenwethouder Kisten de Vrede komt de keuze voort uit liefde voor de dieren omdat wij op betere manieren met dieren om willen gaan. Wij willen voorkomen dat ze, uh, dat ze sterven, dat ze pijn hebben, dat ze voortdurend opgejaagd worden. In deze gemeente hebben we helemaal niet zo heel veel natuur. En uh, het is natuurlijk verschrikkelijk als dieren gewoon even willen zitten of ze willen eten, uh, dat ze dan uh, gelijk worden opgejaagd en uh, doodgeschoten. Dus vandaar. En om wat voor situaties gaat het dan bijvoorbeeld? Dat er nu nog wel af en toe iets wordt neergeschoten wat dan niet meer gaat gebeuren? Dat gaat bijvoorbeeld in situaties waarin omwille van weidevogelbescherming vossen worden doodgeschoten. Dat kan ook gaan om gevallen waarin ganzen worden afgeschoten om het voor de boer mogelijk te maken financiële compensatie te krijgen voor de schade die is aangebracht aan landbouwgewassen. Bij extreme gevallen kan het college alsnog beslissen dat een keertje jagen wel mag. Maar in principe kunnen alle dieren rustig hun gang gaan op gemeentegrond. Het is tegelijkertijd een heel fundamenteel punt waarmee wij willen uitdragen dat we dierenwelzijn belangrijk vinden. Dat we dieren belangrijk vinden. Dat wij niet willen dat ze zomaar worden doodgeschoten. En ook dat wij niet denken dat het herstellen van de biodiversiteit, die in dit land natuurlijk. Uh, nog maar 15% is van wat die was, uh, dat die hersteld kan worden door dieren dood te schieten.